verder. Stones in the bottom and then the small stones. Yeah. But I think I saw the big in the middle. I have been a cheater all my life. Don't be afraid. Altijd een juffrouw, schooljuffrouw geweest. Nou, we gaan straks, als het zo is, gaan we naar het monumentje daar zo. En aan de linkerkant. Each fisherman has a mark to find this. So this is a black for my grandfather's boat. This mark on the top. We are all from Plekka Historia. So it's a historical team, you can say. Thank you for your visit here. We are here with Bob. You are by boat? So, yes. This is the names of the group. School te maken, omdat op de school is. Meander school. Huh? Leuk juffrouw, leuk heren. Ja? Welke groep zit je? Zes. Groep zes. Zo, dan moet je eraf van het jaar. Hij zit ook op Meander? Nee. Jij niet. Zij woont in Tilburg. In de? Tilburg. Ze is in vakantie nu op dit moment en zij logeert bij ons. Oh, zo. Ja. Oh, ja. Leuk. It's the least we can do for these heroes. We have Englishmen, Scotsmen, Americans, Australians, Norwegians. This is the only Norwegian. And this is the least we can do. To honor him. Dames en heren. Stel voor dat we met de plechtigheid beginnen hier zo. Ik wil graag het woord geven aan Ilse de Raad. Okay.
Okay. Denne gutten som sammen med oss her for å avduke minnesmerket, han har bursdag på 3. november. Han går på skolen her, så derfor han sammen med oss her. Die mevrouw vertelt dat jij 3 november jarig bent, 3 november, en dat je daarom uitgekozen was om dit te mogen onthullen. Ja? Dankjewel. Geweldig. Doet hij het? Ja. Gaat er eens bij staan. Vijftien uur 2. Vertrek van 12 Spitfires, wederom onder bevel van majoor Gram. Doel, bescherming van brug ten noorden van Breda in handen geallieerde grondtroepen. Door het bombarderen en de beschieting van Duitse mortierinstellingen in de omgeving. Sergeant Thomas Bjerm Abrahamsen, piloot 5487 op de Spitfire MK. 9B, de FMP... Registratienummer PL393 vliegt als wingman van sergeant A.A. Westermark. Sergeant Westermark valt als eerste aan en laat zijn bom op de mortierstellingen vallen. Trekt zijn spit uit zijn duik en klimt weer terug op de hoogte. Hij kijkt naar achter om te zien of Abrahamsen hem volgt. Terug op de hoogte keert hij zijn toestel voor een tweede aanval. Ditmaal om het doel te beschieten met zijn boordwapens. Via de boordradio beveelt hij Abrahamsen hetzelfde te doen. Hij krijgt geen antwoord. Na de tweede aanval van Westermark en verschillende onbeantwoorde oproepen aan Abrahamsen was het einde aanval. De Spitfires landen om 16:25 op de basis. Alle 12 bommen, 500 lb... waren in het doelgebied gevallen. Abrahamsen wordt als missing on low level opgegeven. Jos Kuipers, in 1944 11 jaar oud, woonde vlakbij de crashplaats, Hoek, Goorstraat, Lageweg. Hij herinnert zich. De stukken van de motor lagen overal verspreid. Ook het staartstuk had schade. Het openstaande deel, het kielvlak, was eraf. Het vliegtuig zelf, met name de cockpit en de romp, waren, voor zover wij konden zien, maar weinig beschadigd. Kinderen mochten niet dicht bij het vliegtuig komen, omdat de piloot dood in het toestel zat. Het gebied rond het vliegtuig werd snel afgezet en niemand kon er nog bij. Na ongeveer een dag of 6 werd het vliegtuig al opgeruimd. Kleine stukjes materiaal bleven achter. Daar speelden we mee, onder wie het mica, plexiglas, staken we in brand, waardoor het lekker ging ruiken. Bij het neerstorten kwam de Spitfire over onze boerderij heen en raakte daarbij het kippenhok dat links ervan stond. Na ook nog de beukenhaag geraakt te hebben, stortte het brandend neer op de akker tegenover onze boerderij. Een goede vriend van Tormod, Palle Thompson, vloog in hetzelfde squadron. In een artikel getiteld No Man's Land, dat verscheen in het decembernummer van 1994 van het clubblad Flairpath van de Royal Canadian Air Force Association, beschrijft hij de crash van Abrahamsen. Tijdens de aanvallen ter ondersteuning van het Canadese en Poolse legerfront op 3 november 1944 was mijn beste vriend Tormod Abrahamsen gerapporteerd als vermist in actie. De gedachte aan wat er met mijn beste vriend gebeurd zou zijn, bleef me achtervolgen. Waarop ik besloot met onze oude DKW, een lichte Duitse panzerauto, die Tormod en Palle ergens in augustus 1944 in Normandië van de Duitsers hadden geleend, naar de frontlijn te rijden om hem te gaan zoeken. Werd mij verteld dat er een flighter was gecrashed in No Man's Land. Een andere was een stukje verder naar het oosten bij het Poolse front gecrashed. Ook in No Man's Land. Na dit gehoord te hebben, trok ik het gebied in en vond het wrak van de Spitfire.
Ik volgde het spoor dat door de afgebroken motor in het landschap was geploegd. Bij het wrak was geen teken van de piloot. Een eigenaardig gevoel van leegte bekroop me. Ik voelde geen emoties en liet geen traan. Op mijn weg terug naar de frontlinie, waar de Poolse tanks zij aan zij opgesteld stonden, kwam een tengere persoon, gekleed in een zwarte jas, naar mij toe. Deze persoon vertelde mij dat hij het lichaam van mijn vriend had verwijderd en ondergebracht in een klein, zwaar beschadigde kerk hier vlakbij. Deze persoon vertelde mij dat hij het lichaam van mijn vriend had verwijderd en had ondergebracht in een klein, zwaar beschadigde kerk hier vlakbij. De persoon in kwestie was een priester en hij was het enige teken van leven in deze omgeving. Hij nodigde mij uit om mee te komen naar de kerk, om te bidden voor mijn vriend. Toen de deuren van de kerk opendraaiden, leken ze ons te begroeten. Het bidden was voor mij de eerste kennismaking met de religieuze ceremonie. Het heeft een diepe indruk op mij gemaakt. De priester gaf mij de identiteitsplaatjes van mijn vriend. Toen ik een paar uur later weer teruggekeerd was op de basis, kon ik mijn afwezigheid door de zoektocht rechtvaardigen door de overhandiging van Thomas tekst aan onze commanding officier. PL 3390, een erg ongelukkig Spitfire. Met betrekking tot de crash denken wij dat onderstaande gebeurd is. Nadat Thormod zijn bom in een duikvlucht op de Duitse stelling heeft afgeworpen, heeft een luchtafweergranaat zeer waarschijnlijk het richtingsroer, het kielvlak, geraakt. Na de treffer is Thormod erin geslaagd zijn Spitfire enigszins uit de duik te halen, om het enige wat hem nog restte, een geslaagde wheels-up, een landing met ingetrokken landingsgestel, te maken. Indien hij zijn spit niet meer uit de duikvlucht had weten te halen, zou hij ongetwijfeld met grote snelheid te pletter zijn geslagen. Dat is niet gebeurd. In aanloop naar de landing raakte Thormod met de propeller van de Spitfire het kippenhok van de familie Kuipers. Vervolgens de beukenhaag om tot slot de grond te raken, waarbij de motor op zijn steunen afbrak. De getuigen Jos Kuipers en Palle Thompson vermelden dat de motor een ongeploegd spoor over de akker had gemaakt. Opmerkelijk, uit onderzoek blijkt het opmerkelijke feit dat de PL 393 na de crash gerepareerd is en op 25 januari 1945 teruggeplaatst werd bij het 331 Squadron. Helaas overkwam piloot sergeant Jens Erlef Holweg hetzelfde. Op 12 april 1945 werd de PL 393 in de buurt van Rodenkirchen in Duitsland geraakt door luchtafweer. Als gevolg daarvan kwam voor de tweede keer een piloot om achter de stuurknuppel van deze Spitfire. Ja, daarom. Nou, hij is aardig vol. Mooi. Ja. Mooi. Ja. En nu nog die, die jobber. Ja. Nee. Ja, met perfect. Pak jij eens maar aan. Ja, of kom je gewoon niet staan en dan pak je gewoon een steen van die man. Ja. Zij wil, ja. Zij wil een filmpje. Maakt niet uit. Dat is ook goed. Ja, ja. Zij wil een kaartje. Ja, daarom. Nou, hij is aardig vol. Hij is aardig vol. Mooi. Ja. Mooi. En nu nog die, die jobber. Ja, nog hebben we klaargelegd en gaan turen in het oog. Hoi, Ied. I mellomtiden så fick vi reda på att Jan och Kes hade varit där och anlägga eller att sätta upp en minnesmärke. Så vill vi först säga tusen tack för att det är två avdukningar denna dagen som vi var där. Är det någon?
Ilse. Ja, Ilse. Ja, om ik kon van mij het vlag Norsk vlag mee. Ja, ik was heel blij dat jullie vroegen om of jullie een Noorse vlag mee konden nemen. Of ze een Noorse vlag mee konden nemen. Ja, we gleden ons de natuur en ook de overheid voor de... Ja. Ze vertellen dat ze zich verheugd hebben om deze reis te gaan maken en om dit mee te maken. Ons dan speelt Jan om ik kon van mij waar zijn steen. Jan heeft gevraagd of ieder een steen mee kon nemen. En dan zei hoe heer Magnil, dat dan moeten we die steenen van den bocht som Tormod en die vier kameraden gingen jullie van. Toen zei dus die mevrouw, als we dat doen, dan gaan we stenen meenemen van de plek waar Jan, waar deze meneer of die vier jongens op het laatst Noorwegen verlaten hebben. Hoe of twee mannen hebben we buren op plukken die stenen. Og så i stedet for å skrive en hilsen på hver stein. In plaats van een groet te schrijven op elke steen. Så har vi funnet en gammel dobbe og skrevet tegnedobbe. Jan visste hva en dobbe var. Wat is een dobbe in het Nederlands? Een dobber. Weet iemand wat? Een dobber. Iets wat vliegt. Iets wat drijft. En daar hebben we geschreven... Een boei. Ja, daar hebben we geschreven greetings from Flekkerø Historielag. En our team is Flekkerø Historielag. Dat is het idee. Ja. Ik heb al lekker meer dingen op omstaan, niet op namelijkheid. Thank you.
En we zaten allemaal in de kelder. Ja, jullie zaten allemaal in de kelder. Ja, ja. In 25. Ja, precies. Van buren en zo. Ja, ja, ja. Dat hebben we net verteld toen we bij de sluis stonden. Ja. Toen hebben we verteld aan iemand van een dagboekgedeelte wat er bekend is. Wat iemand, dat dagboek hebben jullie. Ja, van Cor Willemsen. Ja, precies. Van Cor Willemsen, ja, ja, precies. Dat heb ik net gelezen. En dat gaat over wat u vertelt. Ja. Dat jullie in de kelder zaten. Ja, en dat je, ja, precies. Ja. Ja, speciaal wat jullie meegemaakt hebben dan. Ja, het is een goed afgelopen eigenlijk. Ja.